Hallo en welkom bij het YouTube kanaal Meneer Lonsijn tekent. In dit filmpje gaan we kijken naar hoe weten we wat er vroeger leefde. Nou, dit doen wij aan de hand van fossielen. En fossielen zijn overblijfselen van planten en dieren die vroeger leefden en op een of andere manier in gesteente zitten nu. Mensen die onderzoek doen naar fossielen noemen wij paleontologen. En met hun observaties kunnen zij reconstrueren, dus reconstructies maken, naar hoe organismen er in het verleden hebben uitgezien. Nou, om even een paar voorbeelden te nemen van deze fossielen. Dit is bijvoorbeeld een fossiel van een schelp. En daarbij kun je redelijk duidelijk de vorm van de schelp terug herkennen. Je ziet die kleine streepjes tussendoor. Dat komt omdat die is doorgezaagd. In dit fossiel is het iets moeilijker te herkennen. Daarom heb ik er een lampje bij. En hier zie je verschillende fossielen. Dus hier zitten allemaal verschillende schelpen bij elkaar. In dit fossiel lopen een aantal horizontale lijnen. Er loopt zo een horizontale lijn, maar er loopt ook zo een horizontale lijn. En op de achterkant kun je ook een aantal horizontale lijnen zien lopen. Hier loopt een lijn en iets daarboven loopt weer een lijn. Dit is een fossiel van een aantal takken. En het laatste fossiel is ook gelijk de moeilijkste om te herkennen, want dit is een fossiel van een varen. En als je hier kijkt naar waar ik nu mijn licht op schijn, hier zit een hoofdnerf. Er zitten allemaal kleine streepjes boven en onder. Dat is onderdeel van een varen. En zo zitten hier, zo her en der, nog meer kleine streepjes op, waarin deze patronen te herkennen zijn. Dus dit is uiteindelijk een fossiel van een varen, waarschijnlijk meer dan 300 miljoen jaar oud. Dit was de uitleg over hoe weten we wat er vroeger leefde.